De organisatie Mar Entertainment heeft afgelopen vrijdag voor de 6e keer het Fimang Peking Contest georganiseerd in Mungo. Het thema was Nodusani Futik Poning. Meisjes tussen 12 en 18 jaar hebben op die avond hun talenten gedemonstreerd. Volgens showpromotor Marino Abbas is het doel van zijn organisatie om de jongeren op een positieve manier bezig te houden in de vakantie. De contestanten moesten zich in hun presentatie vooral richten tot de jeugd. Abbas legt uit waarom gekozen is voor tienermeisjes. Akron die zit hier winnen. Enkel ook. Attenza de straf bij Eloe, Egabusi. Daar de een meisjes, de begin van Emmer. Daar in Emmer, een adressie bij de. En adressie in Obemak. In Obemak. FIB ab masra da in november kora emmer dus dat de beko break zo zo chimeje vote zo 12 na 8 jaar dat de zo goed dat de chimeje dat de no ba masra no ba masra daarom me usre fi da we do asan dat is dus if you go do me na contest in om dan ma san im guys koro teleki ba. Dit jaar is Latifa Prika en ze is uit Frans-Guyana. Ze kreeg behalve de traditionele kroon ook een bed. Op de tweede plaats eindigde Zenobia Jimmy. U ziet een deel uit de presentatie van deze twee contestanten. Otokumausa bomboa, dati wanitaki, miau maya, balioritoe, apete futu wakado. Misi kinyoni, matemi tampu, japoyu egiakilo. Mie akisi, di tompi misi, fu miau maya, takiwasani ne mia takembu dause kapotigi mie kefa mude bikata kifusaide taki diesia ai taki gofu mai pufini desa maya mia likano mufu mandua ya baka adua ya baka o desa maya maushali siko di mio makuya na kovuko gafa konde negumo pia bede shuti shuti, lika lika, na pia dete. Ade sanfu de gansa mafuwa fosi, mitje konguso tau, fumidai, fumigwe baka. Dat waren Zenobia Jimmy en Latifa Prika, de winnaressen van het Fimang Peking Contest. Het contest is afgelopen vrijdag gehouden in het Ronnie Brunswick Stadion te Mungo.